In deze video ga ik jullie laten zien hoe je het allereerste gratis item kan unlocken van Fortnite Chapter 4 Seizoen 2. Kijk eens aan, dames en heren, daar zit ik weer voor jullie in het menu-schermpje van Fortnite Chapter 4 Seizoen 2. En vandaag hebben jullie waarschijnlijk allemaal op deze video geklikt omdat jij wil weten hoe je een nieuw gratis item kan unlocken in dit Fortnite seizoen. En wat dan tegelijk eigenlijk het allereerste gratis item gaat zijn van Fortnite Chapter 4 Seizoen 2 die jij gratis kan unlocken. Ik zou als eerst eventjes willen vragen om een duimpje omhoog achter te laten op deze video voordat we gaan beginnen. Maar wat ik eigenlijk nog verder zou vinden dan dat duimpje omhoog achterlaten, is even naar de Fortnite item shop toe te gaan, dames en heren. En bij het supporter creator dingetje mijn supporter creator code TIS in te vullen. Ik vind hem zo zelf ook even in. Als jij mijn code gebruikt, zou ik dat heel erg nice vinden. Ben ik jou gewoon heel erg dankbaar. En dan ben je gewoon een hele grote baas of baas in. Want hoe meer mensen deze code zo accepteren, hoe vaker ik voor jullie een giveaway kan doen. En jullie weten dat ik best wel vaak een giveaway doe. Dus blijf deze video ook gewoon helemaal afkijken om zeker te zijn dat jij alles weet. Want dames en heren, ik ga jullie in deze video laten zien en uitleggen wat er dus inhoudt. Dat wij dus een gratis item gaan krijgen van Epic Games. Want er is dus een klein dingetje fout gegaan tijdens de update van vandaag. Want deze video komt online op dinsdag. En ik heb deze video op maandag gemaakt. Vandaag was er dus downtime. En zoals jullie weten is normaal altijd de downtime op dinsdag. Maar Epic Games is waarschijnlijk een klein dingetje vergeten toe te voegen. Wat te maken heeft met de itemshop. En wat te maken heeft met quests. Dus dat ga ik vandaag in deze video uitleggen. En wat we dus kunnen gaan verwachten. Wat de gratis skin dus gaat zijn. Want die ga ik ook laten zien aan jullie. En ik ga dus laten zien hoe je hem gratis kan krijgen. Maar eerst, dames en heren. Wat natuurlijk veranderd is in seizoen 2. Is dat we de quest tab nu hierboven aan het schermpje hebben. Want normaal stond hier links in beeld. Waar ik nu met mijn muis een beetje heen en weer ga. Maar daar staat mijn facecam natuurlijk voor. Epic Games heeft ervoor besloten dit keer bovenaan. Bij alle andere dingen te zetten. En heel vaak hadden we hier dus ook bepaalde quests erbij. Om bij wijze van spreken gratis items te unlocken. Zoals pickaxes, gliders, skins, etc. Maar die zijn er op dit moment nog niet. Kunnen nog komen later dit seizoen. Ik weet niet precies wanneer die gaan komen. Maar als dat zo gaat zijn, gaat er waarschijnlijk ooit wel een keer een video van komen. Maar wat Epic Games dit seizoen anders gedaan heeft, is als we naar de Battle Pass toe gaan, hebben we natuurlijk gewoon de normale Battle Pass rewards. Die haal je door middel van te levelen. Nou, ik ben op dit moment al level 148, zoals je kan zien. Dus ik heb de Battle Pass helemaal gekocht. Ik ben tier 100. Dan heb je de bonus rewards. Zoals je kan zien, heb ik unlocked tot waar ik op dit moment kan unlocken. Ik moet nu wachten tot de andere items te zijn. Maar wat Epic Games heel stiekem aangepast heeft dit seizoen, is dus de quest rewards. En normaal moest je die dus, ja, vorig seizoen unlocken door middel van extra te levelen bovenop deze Battle Pass levels. Maar wat je daar dit seizoen voor moet doen, om dus waar je spreken deze variant van verschillende de skins te unlocken, is dus daadwerkelijk challenges doen. En ik vind dat zelf heel erg jammer. Je moet dus allerlei verschillende challenges doen om dus deze stijls te unlocken. En die staan dus ondertussen bij de quest. En dat zijn dus deze challenges die je daarvoor moet doen. Maar daar gaat deze video niet over, dames en heren. Waar deze video wel over gaat, is natuurlijk een gratis item slash skin wat wij kunnen gaan krijgen. Ik dacht, ik leg dit wel even aan jullie uit, omdat misschien sommige mensen niet helemaal begrepen hoe je dus deze items kan krijgen. Maar jongens en meisjes, als wij op dit moment natuurlijk naar de items op gaan, hebben wij natuurlijk gewoon skins die te koop zijn. Tuurlijk, dit werkt eigenlijk altijd al zoals we skins kunnen kopen. Het kost gewoon V-bucks, et cetera. Dat hoef ik jullie ook niet meer uit te leggen. Maar waar ik vandaag eventjes het over wil hebben, is natuurlijk de update die net gebeurd is. En dan de speciale offers en bundles die in deze pagina, ja, apart hier afspelen. Want deze bundel hebben wij natuurlijk al een tijdje gehad. Die kunnen wij nu natuurlijk kopen. Het is een Save the World skin die met een best wel vette backbling een soort van medkit overpaast. Waar je de Save the World voorbij krijgt. En ook dus nog eens challenges om dus daadwerkelijk 1500 V-bucks gratis te krijgen. Maar, jongens en meisjes, daar gaat het dit keer niet over. Eigenlijk had vandaag tijdens de update van, ja, dit seizoen die nu gekomen is, eigenlijk deze pack die hier staat weg moeten zijn. De Metalcore Mina pack had vandaag uit de game moeten zijn. En we hadden dus vandaag de allereerste gratis starter pack moeten krijgen van Fortnite Chapter 4 Seizoen 2. Alleen Epic Games heeft het vergeten, denk ik. Dus misschien dat als deze video online komt op dinsdag het net gefixt is. Ik weet het niet, dames en heren. Maar eigenlijk had dus vandaag dit item wat ik jullie net liet zien, de Metalcore, ja, Mina pack, uit de itemshop moeten gaan. En dan zou je zelfs afvragen, Chesto, waarom zou deze uit de itemshop moeten gaan? Hij kost maar 4 euro. Nou, jongens en meisjes, ik heb dus al gameplay en beelden van hoe de nieuwe skin eruit gaat zien die wij moeten krijgen. En die beelden staan hier voor je. Zoals je kan zien, dames en heren, dit is dus in Fortnite. Ik zal hem even op play klikken. Hier gaan wij dus kijken naar wat dus de nieuwe starter pack gaat zijn in Fortnite. Dit is de skin. Ik vind de skin er zelf best wel hard uitzien. Of vind ik het zelf. Dadelijk gaan we ook de backbling en zo laten zien. De backbling zie je nu ook al op de rug zitten. Maar dit wordt dus een gratis skin als het goed is
in Fortnite, dames en heren. Een gratis starter pack skin, waarbij je dus ook nog eens V-Bucks krijgt. Dus je betaalt waarschijnlijk voor de V-Bucks. En dan krijg je dus de skin gratis. Dit is de pickaxe die erbij hoort. Ik vind die zelf ook heel erg nice. Dat is mijn mening. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Laat sowieso even in de comments achter wat jij van deze starter pack gaat vinden. Maar dit is dus hoe het eruit ziet. Ik vind het zelf echt super, maar ook echt super nice. En ja, ik dacht, ik ga dit gewoon jullie laten zien. Want jullie vinden het sowieso altijd nice. En dit is dus een emote die bij deze starter pack hoort. Het is een soort van, ja, stressbal die hij beet heeft. Ik vind deze emote zelf echt super sick. En er hoort dus nog een emote bij. Die, ja, komt later in dit seizoen natuurlijk. Want die heeft te maken met een ander, ja, ding. Dat heeft natuurlijk te maken met wat ik jullie zo meteen ga laten zien. Deze emote zit natuurlijk al in de game. Maar dit is dus een beetje de skin hoe je hem kan gaan verwachten. Die dus binnenkort in de items op moet komen. En die dus binnenkort gratis gaat worden. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat sowieso even in de comments weten wat jij van deze skin vindt. Maar de emote die jullie net zagen heeft dus te maken met als we naar de Battle Pass toe gaan. Met deze Erwin Jaeger skin. Dit, ja, gaat natuurlijk ook binnenkort pas komen. Dat wordt ook gratis. Maar hij liet dus gewoon zien hoe het er dus uitziet met die bepaalde skin. En die had dus eigenlijk op dit moment nu al in de items op moeten zitten. Door middel van deze skin af te lossen. Dus waarschijnlijk gaat de bundel 4 euro kosten. Een beetje hetzelfde als deze skin. Alleen krijg je er dan, zoals je hier kan zien, ook weer V-Bucks bij. Dus je betaalt voor de V-Bucks. En je krijgt de skin daadwerkelijk gewoon gratis. Dus ik zou zeggen, dames en heren, als je hem gaat kopen, heb je gewoon een hele mooie skin. Want ja, ik ga deze zelf ook nog even kopen na deze opname. Omdat ik deze eigenlijk ook nog wel wil hebben. Omdat ik het zonde vind dat als deze uit de items op gaat, voor deze goedkope prijs eigenlijk, ik hem niet heb gekocht. Dus dat ga ik sowieso ook eventjes doen. Maar jongens en meisjes, dat is dus het foutje wat Fortnite heeft gedaan. En wat dus daadwerkelijk eigenlijk in de game had moeten komen. Dus we hadden vandaag gewoon daadwerkelijk in de itemshop een nieuwe skin moeten hebben. Ik vind het best jammer dat het, ja, fout gegaan is. Maar het heeft waarschijnlijk te maken met dat Fortnite zich nu heel erg aan het focussen is op Creative 2.0. Wat deze week natuurlijk ook uit gaat komen. Volgens mij donderdag, als ik het goed heb. Dus ik denk dat ze dus daarom vergeten zijn de itemshop goed aan te passen. En dus eventueel deze starter pack gewoon uit de game te halen. Of Fortnite kennende hebben ze het natuurlijk weer uitgesteld. Want ja, Fortnite stelt nog wel eens dingetjes uit, dames en heren. Dus eigenlijk, ja, als ik jullie een tip mag geven en als deze video op dinsdag online komt en deze starter pack staat nog in de game en je hebt hem niet gekocht, zou ik zeggen van, yo, koop hem gewoon voor 4 euro. Het is goedkoop. En als je het wil kopen, moet je natuurlijk zelf weten. Ik spoor niemand aan om iets te kopen, by the way. Maar het is wel gewoon een mooie deal voor 4 euro. Dat je dan een blauwe skin krijgt die normaal natuurlijk vaak al 1200 V-Bucks kost. En je krijgt er daadwerkelijk ook nog eens 600 V-Bucks bij. Die je dan vervolgens ook weer in de itemshop uit kan geven. Aan, bij wijze van spreken, kleine emotes zoals, ja, de Stay Afloat emote. Of allerlei andere dingen. Dus ja, ik zou zeggen, het is gewoon een hele kleine mooie deal. Want zoals je kan zien, deze skin is ook blauw. En kost ook 1200 V-Bucks. Dus dat is gewoon, ja, best wel veel geld. Dus je bespaart er ook best wel veel geld mee in totaal natuurlijk. Maar goed, dat is een tip die ik aan jullie geef. En daarom dacht ik van, ja, ik ga deze video gewoon voor jullie maken. Want jullie vinden het vaak leuk als ik een video maak over gratis items. Dus ik hoop dat jullie dat sowieso leuk vinden. Maar, jongens en meisjes, ik zou mezelf niet zijn als ik daadwerkelijk ook mensen in deze video die mijn supporter creator code TIES gebruiken in de Fortnite itemshop kans laat maken om een kleine giveaway. Want ik heb gezegd, ik doe al vaak giveaways. Ik wil namelijk dan 2 mensen blij gaan maken. Iets, 2 random mensen die deze video kijken. Wil ik dus blij gaan maken met iets randoms uit de itemshop wat hij of zij wil. Dus wil je nou kans maken op een skin, een pickaxe, een glider, om een camo of iets uit de Fortnite itemshop. Of misschien heb je de battle pass wel niet en kan ik de battle pass aan jou giften. Dan heb je gewoon een aantal stappen die je moet doen. Stap 1 is even naar de Fortnite itemshop toe gaan. En even de supporter creator code TIES invullen. Want ja, dat is een ding die je moet doen. Want daar verdien ik best wel wat geld mee. En dat kan ik dus in de supporter creator ding uitgeven aan giveaways. Dus gebruik even de supporter creator code TIES. Accepteer ik. Stap 1. Stap 2 is abonneer even op mijn kanaal met dat belletje aan. Daar krijg je nu even de tijd voor. Abonneer even. Zet dat belletje aan. Dan moet je nu al ongeveer klaar mee zijn. Dankjewel dat je het gedaan hebt. Dat is stap nummer 2 die je moet doen. Stap nummer 3 is even een duimpje omhoog achterlaten op deze video. Als je dat nog niet hebt gedaan. Duimpje is ook natuurlijk super belangrijk. En stap nummer 4 is, ga dan even naar de comments toe. Comment jouw Epic Games naam, want dan kan ik jou dus daadwerkelijk toevoegen. En over 48 uur een hele mooie gift sturen uit de Fortnite itemshop wat jij graag zou willen hebben. Dus ja, ik hoop dat jullie dat gewoon sowieso heel erg nice vindt natuurlijk. Ik hoop ook dat jullie het waarderen. Join ook even mijn Discord server. Mijn Discord server staat in de beschrijving. Dat is gratis. Dan kan je met mij chatten. Dan kan je met kijkers chatten. Dan ben je altijd up-to-date van iets wat er in Fortnite gebeurt. En dan heb ik jullie weer gewoon up-to-date gebracht, dames en heren. Wat er dus voor starter pack gaat komen naar Fortnite. En hoe je hem dus daadwerkelijk lekker chill kan unlocken. Dus ja, ik hoop dat jullie dat sowieso heel erg nice gaan vinden. Bedankt voor het kijken in deze video. Check een van deze video's die nu in beeld is gekomen. Want dan mis je niks van mijn andere content. En dan checken jullie morgen gewoon weer om 7:15 en om 4 uur bij een nieuwe video en short. Dus zet dat belletje aan, hè jongens. Later.